De Zeeuwse cultuuragenda voor de komende week. Festivals kennen we in Zeeland in soorten en maat. En dit weekend is er Middelburg vol koor. Voor wie het evenement niet kent, er komen het eerste weekend van juni 115 koren naar Middelburg. Het is het grootste korenfestival van Zuidwest-Nederland. Op ruim 20 locaties in de Middelburgse oude binnenstad. Je kunt lopen van het ene optreden naar het ander. En de centrale locaties zijn het Abdijplein en de Markt. Maar de meeste optredens zijn in de kerken en in de binnenlocaties. De toegang is gratis. Ieder deelnemend koor treedt één of twee maal op. Repertoirekeuze vrij, geen verplichte nummers, geen jury, maar wel veel plezier en luistergenot. Het festival wordt gezamenlijk afgesloten met zingen op de Markt of op het Abdijplein. In Middelburg, zaterdag en zondag. Het Hoogtijfestival in Groeden. Het is genieten van klassieke muziek in het schilderachtige West-Vlaamse dorp Groeden. Een tweedaagse muzikale belevenis die je zintuigen prikkelt. Voor jong en oud, voor liefhebbers en voor wie ieder die verrast wil worden. Ook is de muziek een inspiratiebron voor beeldende kunst en poëzieuitingen 4 en 5 juni. Dit weekend de 11e editie van Vestrock in Hulst. Een festival met meer dan 30.000 bezoekers. Vestrock, ook wel bekend als het Festival van Vriendschap. Een intiem driedaags festival dat plaatsvindt op het prachtige eiland in de stadsgracht van de Middelburgse vestingstad Hulst. Een festival van rock, pop en dans. Liefhebbers uit heel Nederland en België komen. Het heeft dan toch een vriendelijk en intiem karakter. Vestrock heeft 60 live acts, een onderwijs- en theaterprogramma in Vestrock University en exclusieve optredens op diverse locaties rondom het eiland. Er is een familieprogrammering. 3, 4 en 5 juli in Hulst. Ik probeer een goede vader te zijn. Dino komt naar Zierikzee met een knotsgekke, snelle cabaretvoorstelling Perspectief. Het zal je verbazen hoeveel je kan leren als je niet door het leven gaat met die ik heb altijd gelijk houding, maar een open blik hebt voor een ander perspectief. Dino denkt dat we dit juist niet nodig hebben. Af en toe een ander perspectief in deze wereld vol perfecte mensen. Hij zegt, ik ga weer het podium op, zo imperfect als ik ben, lekker gestoord, zeer gefocust en vooral open voor andere perspectieven. Het gaat een mooie avond worden. Ik heb jullie gemist. Hij komt donderdag 9 juni naar de grote kerk van Zierikzee om 7:15. Het is Emily's vriendje. Ik denk, wat? Voor een volledig overzicht ga je naar zeeuwsecultuuragenda.nl en abonneer je op de wekelijkse update.